Er werden zo beknot in de openheid over seksualiteit dat wij 100% het omgekeerde wilden. We wilden er overal kunnen over praten, informatie over vinden, ook elkaars geslachtsorganen bekijken om te weten hoe dat we in elkaar zaten. De tijd was ergens wel enorm repressief, want toen wij aan de universiteit zaten, dan ben je toch tussen de 18 en de 22, kregen wij seksuele voorlichting. En dat kwam er dan op neer dat ze ons enorm bang maakten van geslachtsziekten. Zodat iedereen dacht van oei, nu heb ik een harde chanker of is dat een zachte chanker, dat sfeertje, wat zou dat kunnen zijn? Er bestond eigenlijk geen seksuele voorlichting en een van de reacties die we hebben gehad, en zelf heb ik dat persoonlijk nog gedaan, is grote tekeningen gaan maken in het auditorium aan het bord voor dus de studenten met uitleg van zo zit een vagina in elkaar, hier zit een clitoris, zo is een penis, dat zijn de zwellichaampjes. Maar zoiets was gewoon noodzakelijk, want er werd nooit over gesproken. We hebben ook een groep opgericht van zelfhulpvrouwen. Wij onderzochten elkaars vagina en we leerden ook bij onszelf met de speculum kijken tot groot jolijt omgekeerd. We hadden ook wel veel plezier samen.